Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag, welke dag? Het is vandaag donderdag en het is heerlijk weer. Gaan we even kijken. Even kijken of ik jullie... Oh, ik kan het helemaal niet laten zien. Ik kan het hier doorheen even een beetje laten zien. Wacht even. Tadaa. Oké, het valt best mee. Maar goed. Vandaag staat er niet heel veel op de planning. Ik ga vandaag even rustig aan, want morgen komen er allemaal familieleden en zo, dus dan wordt het wat drukker. Dus ik ga nu zo meteen gewoon naar het strand, een beetje chillen, laatste dag in rust. Dan morgen moeten we naar Mambo Beach, daar is Paul zitten. Dat is voor de stichting die wij supporten voor honden, waar jullie mij al een paar keer hebben gezien. Dus dat is leuk, dus morgen komen hele leuke dingen weer aan. Maar vandaag ga ik nu even rustig aan doen. Dus ik ga even ontbijten. Hoe leuk is dit? Ik weet niet of jullie me goed horen, maar ik zit dus in een golfcar en ik heb er prima aan mijn zin. Ik heb net ontbeten. Oh. En ik ga nu veel snel naar het huis omdat mijn telefoon is leeg. Dus ik moet even een lader halen. Maar ik vind het zo lach om hier in een golfcar te rijden. Echt top. Ik ben onderweg terug in mijn lader gepakt en ik ga nu weer racen naar het strand. Want dan ga ik even lekker lachen. Ik ben veel te wit. Kijk op zo. Ik weet niet of jullie ooit de spelersbus van het Nederlands elftal hebben gezien, maar dit is de spelersbus van het Curaçao's elftal. Hoe cool! En we staan weer bij het strand. Hoe chill is dit? Ja ja, we gaan lekker het strand op. Lekker op het strand. Hoe chill is het weer? Niet normaal. Hoe is dit? En ik ga zo even een kajak huren, maar mijn GoPro is kapot, dus ik kan niet jullie meenemen. Aan boord, zeg maar. Maar ik laat iemand filmen van een afstandje. Dus dan kunnen jullie alsnog even zien hoe ik mijn vaartechnieken ga laten zien. Nou, dat was mijn dagje strand. Heerlijk. Ik ben niet te bruin geworden, maar goed. Dat heb ik wel vaker. Ik ga nu zo het huisje even omkleden. En dan gaan we even naar een winkelcentrum. Want daar zijn we eigenlijk niet geweest deze vakantie. Dus kijken hoe dat is geweest. Zo, ik heb gedoucht. Bershka, top shop. En deze gaat aandoen. Nike's. Ja, dus die ga ik even aandoen. Dan ga ik naar het winkelcentrum en daarna even eten. Ik weet nog niet echt waar en hoe. Maar dat komt vanzelf. Eerst even het winkelcentrum. Dit zijn denk ik de lekkerste dingen die er zijn. Churros. Zo, ik was net bij het winkelcentrum zo te zagen, dat was zo saai. Alles was dicht, daar heb je ook helemaal niks aan. Dus ik ben nu weer lekker aan het eten. Hoe mooi is het uitzicht hier? Al die lampjes. Kun je lekker eten, hoe cool. Aan het water. Dus ik ga lekker eten. Zo, ik ben eindelijk thuis. Het was best wel een druk dagje, ik ben echt dood op. Dat ding boven mijn hoofd mag zoveel geluid, dat is niet normaal. Dus ik ga hem zo ook gelijk uitzetten. Ik heb net weer even wat foto's op mijn Instagram gezet. Ik weet niet of jullie het volgen, maar voor de mensen die het volgen, hebben het vast wel gezien. Dus ik ben eigenlijk klaar om te gaan slapen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even weten door middel van een duimpje. Vergeet uiteraard ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer. Morgen ga ik vroeg naar een paar puppies kijken. En voor de rest nog niks op de planning. Denk gewoon nog even naar het strand of zo of aan het zwembad liggen. En in de avond ga ik mijn voetbalwedstrijd Curaçao tegen Trinidad. Dus dat wordt wel heel leuk. Dus daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Maar voor nu ga ik slapen. Doei doei!